Heel mooi. Wie blinkt er vandaag uit in Alles Plat? De taalquiz waarin we de dialectkennis van de Gelderlanden gaan testen. En u kunt thuis natuurlijk ook gewoon meedoen. We gaan kijken wie er in de studio gaat winnen. Is dat de Veluwse zanger Wouter Bakker, 35 jaar, schrijft rock'n'roll songs in het dialect voor zijn band Ritten en Ditten? Dan moet je toch over enige streektaalkennis beschikken. Gaan we zo kijken. Of is het de voormalig Spectrum-directeur die er met de winst van doorgaat, Geert Hogeboom. 69 jaar, komt uit Apeldoorn en kent de provincie vanuit zijn werkveld erg goed. Het gaat om spannen. Dit is Alles Plat. Wouter, welkom. Dankjewel. Hoe belangrijk is streektaal voor Ritten-Ditten? Zeg ik dat goed? Ja, het is Ritten-Ditten, ja. Ritten-Ditten. Ja, hoe belangrijk is streektaal voor ons? Ja, wel een beetje. We moeten onze nummers toch schrijven in dialect. Dus alles in dialect? Ja, over het algemeen wel, ja. Noem eens een nummer. Nooit meer Noord de Kaper. Ja. Geert, ken je die? Nee. Dat wel bestaat. Of luister je naar andere streekmuziek? Ik luister naar andere streekmuziek. Ja? Oké. Okay. Dus je hebt wel wat met streek en met dialect. Ja, mijn moeder komt uit Twente en mijn vader uit Noord-Holland. En vroeger moesten wij thuis bij mijn ooms en tantes, als die bij ons in Arnhem op bezoek waren, moesten wij vertalen, want die verstonden elkaar niet. Nou, ik ben benieuwd of wij ook iets moeten vertalen vandaag, maar dat gaan we zien. We gaan beginnen. Eerste ronde. In de eerste ronde hebben wij elke week drie bijzondere uitspraken van onze taaloudsten. En zij hebben een spreekwoord dat komt uit hun regio. En aan jullie de taak om de betekenis van dat spreekwoord te achterhalen. En daarvoor hebben jullie twee antwoordmogelijkheden, A of B. Helder? Ja. Gaan we beginnen met het eerste gezegde. Hij speet er niet in. Betekent dit, hij lust graag een borreltje of hij spreekt geen dialect? Hij speet er niet in. Twee verschillende antwoorden. Nee, toch hetzelfde. Twee keer A. We gaan kijken. Dat betekent zo ongeveer als, hij lust graag een borreltje. Hij speet er niet in. En dat betekent letterlijk, hij spuugt er niet in. Wat deden ze nou vroeger? Als je aan de bar zat en je moest naar het toilet, ging je even snel in je borreltje spugen om te voorkomen dat een ander het optrok. Dus daar komt het vandaan. Volgende vraag van Henk uit Tolkamer. Een bukkem gehaald. Betekent dat krijgen wat je toekomt of mis hebben gegokt? Alle twee voor B. Ja. Mis hebben gegokt. Gaan kijken. De betekenis is mis hebben gegokt. Heel goed. Wisten jullie het allebei? Ja, moet je eerlijk zeggen dat het voor mij wel een gokje was. Een gokje. Maar, beide goede gok. Ja. Ja. Volgende vraag. Het ziet hier zwart van de witte kiepen. Betekent dat er is weinig opkomst? Of het is hier smerig? Uitspraak uit Dreumel. A voor Geert. Wouter houdt het bij B. Ja. We gaan kijken. Het ziet hier zwart van de witte kippen. Oftewel, er is weinig opkomst. Er is weinig opkomst. Wist je het, Geert? Nee, was ook een beetje gokken. Ook weer een gok. Ja. Ook weer een gok. Gaan we naar de tussenstand. Geert, je staat met 1 puntje voor. 3 voor jou, 2 voor Wouter. Maar in ronde 2 kan nog van alles gebeuren. Hè? Ga naar ronde 2. In de tweede ronde krijgen jullie streektaalwoorden te horen uit Gelderland. En daarvan is het aan jullie om de betekenis te achterhalen. Als je denkt te weten, ga je tringelen. Of jengelen, zoals jij het zou zeggen. Op naar het eerste woord. Opheuien. Opheuien. Uit Putten. Wat betekent dat? Wouter. Ik denk opjagen. Je denkt opjagen. Goed. Heel goed. Mooie start. Woord 2. Willebon. Uit Puflijk. Wat betekent dat, Willebon? Druk te maken, bekeuring. Wouter. Ik denk bekeuring. Nee, is niet goed. Nog een kans voor Geert. Druk te maken. Nee, ook niet goed. Ja. Het is een tuinboom. Oké. Okay. Ja, verwacht je niet, hè? Nee. Van Puiflijk naar Nunspeet. Moene. Wat betekent moene? Wouter. Ik denk maan. Nee, niet goed. Geert, wat denk jij? Moeder. Ja, is wel goed. Heel goed. Gaan door naar Brakel. Kajak. Kajak, zoals zij het zegt. Ja, dan wordt het cognac. Wordt het cognac? Ja, is het goed? Ja. Ja. Gewoon op gehoor, hè? Soms. Ja. Toch? Dit wel, ja. Dit wel. Gaan door naar Apeldoorn. Nusteren. Betekent dat neuspeuteren, repareren? Geert. Mopperen. Ja, heel goed. Die wist je, hè? Nou, dat doen ze veel in Apeldoorn. Ik wist het niet, maar... ze doen het in Apeldoorn. Ja. Prima. Volgende woord. Kwaai. Wat betekent dat uit Aalst? Kwaad. Wouter. Nee, dat is niet goed.
Ah, kans voor Geert. Ja, slecht. Natuurlijk. Ligt dicht bij elkaar. Volgende woord. Stofvarken. Stofvarken. Geert. Stoffen en blik. Stoffen en blik. Is goed. Heel goed. We gaan naar de laatste vraag alweer. Turtelen. Turtelen. Uit Huissen. Wouter. Dan denk ik praten. Jij denkt praten. Dat is goed. Heel goed. Ja, dan zijn we alweer toe aan de puntentelling en de eindstand van Alles Plat. Geert, ik mag je feliciteren. Je hebt gewonnen. Dank je wel. Heel goed. Dank je wel, Wouter, voor het meespelen. Ja, graag gedaan. Geert, jij gaat naar huis met de Alles Plat-mand vol met streekproducten. Heerlijk. Gefeliciteerd daarmee. Dit was Alles Plat. Dank je wel voor het kijken. Ik hoop dat je hebt genoten. En heel graag tot volgende week. Ajus.